Hallo, welkom bij deze video. In deze video ga ik uitleggen hoe je met muziek mee kunt spelen tijdens je online les. Ik werk voor de online lessen met Microsoft Teams. En Microsoft Teams filtert van zichzelf alle geluiden van je computer uit de audiostream die hij naar de andere kant stuurt. Dus in dit geval van jou naar mij. Dus ga je op je computer muziek afspelen, zul jij die aan jouw kant wel horen, maar ik hoor hem niet. Dat is natuurlijk niet zo handig. Ik heb dat zelf opgelost door een mengpaneel aan te sluiten. Dat is een heel technisch verhaaltje wat ik precies gedaan heb. Dat kan ik wel uitleggen, maar dat ga ik in deze video niet doen. Ik ga nu vertellen hoe je het op een makkelijke manier de zaak wel kunt doen. Ik laat eerst even een klein stukje horen. Muziek als ik op mijn systeem de muziek via de computer afspeel. Daarna vertel ik hoe je dat ook kunt doen en dan zal ik ook die methode demonstreren. Eerst even dus muziek gespeeld vanaf mijn computer. Dit was de muziek afgespeeld op de computer. Als je deze combinatie die ik nu gebruik heb niet hebt, maar je maakt gewoon gebruik van een USB microfoon of zelfs de interne microfoon van je laptop, is dan een hele makkelijke situatie. Je neemt je mobiele telefoon of je tablet, ik heb in mijn geval een tablet gekoppeld, en die heb ik gekoppeld met een Bluetooth box. Kun je natuurlijk ook met je audio installatie. En het werkt zelfs gewoon met kleinere boxen. Als je daar de muziek op speelt, is het ook van mijn kant prima te horen. Ik laat even horen hoe dat klinkt. Komt hetzelfde liedje. Nu met de box naast mij. De muziek gespeeld met een extern apparaat. Dit is voor de meeste leerlingen gewoon de meest optimale manier om tijdens de online les toch met muziek te kunnen spelen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende video.